pas jij bij het speltype dat hij wil gaan spelen? Ja, zeker. Ik denk het wel. Ik denk dat ik ook van harde aanpak hou en ook een beetje van ervan hou om hard te werken. En daar houdt hij ook van. En natuurlijk is het belangrijk dat we dadelijk wedstrijden gaan winnen. En dat maakt niet uit eigenlijk hoe, maar wel met hard spel en niet als watjes. Maar zie je meer kansen dan dat moeilijke seizoen dat je toch achter de rug hebt? Ja, zeker wel. Ik denk vorig jaar was een heel lastig seizoen, ook omdat Matafs het gewoon goed deed. Natuurlijk, Matafs doet het altijd goed, scoort altijd wel zijn goaltjes. En je had Linz ook op links, ja, nou was dat niet mijn directe concurrent. Maar nou zijn hun twee weg en natuurlijk biedt dat wel kansen voor mij natuurlijk. En ik ga er gewoon weer hetzelfde doen als elk jaar, gewoon hard voor werken. Behalve dan dat je weinig speelde, heb je natuurlijk ook wel gesukkeld met wat blessures, met pijntjes. Hoe sta je er nu op? Ja, het zijn niet allemaal hele zware blessures, alleen het is gewoon heel vervelend. Ook met mijn rug vorig jaar, het is gewoon, ja, je kan er niks mee. Het is wachten tot het weer afzwakt en allemaal scans gemaakt vorig jaar met mijn rug. En ja, er is eigenlijk niks uitgekomen. Het is gewoon lastig wat er nou mis is. Maar het komt af en toe gewoon dat ik rugpijn krijg. En nu is dat even met de hamstring, maar dat is maandag ga ik weer met de groep helemaal meetrainen.